Florian Jozefzoon, hebben jullie de frustratie van de afgelopen twee nederlagen, de onnodige bij Dynamo Moskou en de vreselijke nederlaag tegen Heerenveen, een beetje weg kunnen spoelen met deze 3-0 op Excelsior? Ja, ik denk het wel, maar het blijft natuurlijk zuur dat je daar punten hebt laten liggen. En, we hebben nu de tweede periode hebben we toch wel goed afgesloten. Volgens mij staan we nog steeds eerste. Dus dan kan je wel zeggen dat we een beetje hebben weggespoeld, ja. Je zegt een beetje. Ligt het aan het feit dat de score niet hoger is uitgevallen? Dat ook. Dat ook. En als je ziet dat we wat slordig begonnen en daarna hadden we gewoon heel veel kansen. Die missen we, met name ik. En daarna een rode kaart. Pech. En dan moet je gewoon zorgen dat we de nul houden en hebben we gedaan. Dus al met al jammer dat de score niet hoger werd. Je zegt al die gemiste kansen. Irriteert het je? Zit je daarmee? Ik baal ervan. Maar ik zit er niet mee. Want ik weet, ja, ik kan het. Maar ik creëer ze, dus ik kan het ook wel. Maar het gaat steeds net niet in. En ik hoor net dat die goal geen buitenspel was. Dat is extra zuur voor mij dan. Maar ja, ik moet gewoon scherp blijven en die kansen blijven creëren. En als ze erin vallen, dan gaat het ook beginnen te lopen.